gaat dan maar. Maar op het moment dat het dus zo stil is, dan zegt u... Nee, dan gaat het nee. Dan zegt u, meisjes, luister, meisjes. Ik weet de afstand van hier naar de maan. Nou, zouden ze niet gelijk een taxi voor je bellen dan? Nee, dan zeggen ze, De Bruin, vertel. En dan vertelt u wat u gelezen hebt in de encyclopedie. Wow. Geweldig. Dat gaat mijn hoofd leren ook allemaal. Nee, gewoon even eenvoudig zo naslaan. Hoeveel Chinezen wonen er in China? Oh, dat weet ik niet. Ik heb me nou, staat in de encyclopedie. Oh, ook alle namen en adressen? Dan kan je ineens gewoon een Chinese telefoonboek kopen, weet je toch? Misschien, ja. Ik ken toch wel een Chinese telefoonboek? Heb ik nog nooit gezien. De gele gids, ken je niet? Meneer De Bruin, u begrijpt het nog niet erg. Nee, u wel. Ja, natuurlijk. Ik weet toch wat ik verkoop. Een encyclopedie is een bezit voor je leven. Wacht eens even. Kijkt u wel eens televisie? Ja. Yep. Ah, en waar kijkt u dan naar? Naar de voorkant. Een domme vraag. Ja, hè? Je gaat niet naar de achterkant zitten kijken. Dat vraagt er dan ook niet naar. Wij kijken nooit naar de achterkant. We hebben de achterkant van de tv zelfs tegen de muur aangezet. Kijk er toch nooit naar. Ik bedoel, wat staat erop? Nou, een schemelampje, een asbak en gilt uit. Naar wat voor soort programma kijkt u? Oh, Asma beweegt. Asma beweegt. 2 voor 12. Is dat zo laat? Dan moet nee. Ik... Ja, nee, ik heb iets geweldigs voor u. 2 voor 12. Die quiz van Joop Koopman. Koop Joopman? Nee. Als ze het niet weten, dan zoeken ze het op. U bedoelt er niet die quiz met die sjoelbak? Ah, die vind ik, ja, daar komt hebben ze zo'n sjoelbak. En er lopen allemaal van die beesten doorheen. Dat vind ik altijd heel erg. Ah, ja. Dat zijn de marmotten uit de weekendquiz. De motten, natuurlijk, de marmotten. Met de motten. Ja, de marmotten. En dat is zo leuk, want die motten zijn bekend. Die hebben namen van bekende Nederlanders. Die zijn bekend. Er is een hele witte mot bij. Marmot, ja. En die heet Mieke Telkom. Hoe ja? Ah, ach, wat leuk. Mieke Telkom. Dat zal een leuke die mot zijn. Mot. Dat is exact Mieke Telkom. Die doet haar precies na. Hoe kan dat? Dan loopt ze zo door die sjoelbak tussen die schotjes. Waarheen moet ik gaan? Ik denk, ja, dat gaat niet, hè. Ja, dat heb ik de haast, hè. Doe niet, hè. Heel leuk. Antwoorden voor ook zo'n quiz kunt u vinden in de encyclopedie. Wat makkelijk. 65 delen met deel 1 gratis, wat ja, makkelijk. Ik weet van geen betekenis nog natuurlijk. Maar ik weet het nog niet. Hoe is het mogelijk? Puzzelt u wel eens? Ja. Ah, gaan we daar eens op verder. Ja. Wat voor puzzels? Legpuzzels. Bloemen in Tahiti ben ik nu mee bezig. Wat? Bloemen in Tahiti. Oh, dus misschien een hele mooie legpuzzel. 2000 stukjes. Alsjeblieft. Nou, heel interessant. Ja. Maar ik bedoel natuurlijk raadsels. Hé, wacht eens even. Ik heb een aardig raadseltje voor u. Ach, wat leuk voor u. Nee, voor u. Voor om mij. Te lachen. Gewoon, dan ga ik even zitten, want ik lach al. Nou, zo geweldig is die ja, nou ook nee, niet. Ja, nee, ik ben maar, er zo. Hey. Zo. Wat is dat nou? Zo, zo. Is niet in orde met dat bankje, meneer. Zag u het ook? Ja. Oh, wacht eens. Ik zie het al. Kijk. Wat? Dit pootje. Is te kort. Wat zei u nou? Ziet u wel, dit pootje is te kort. Ah, oh, ja, dat kun je zo niet zien natuurlijk, omdat u een lange broek aan hebt, hè. Lopen we eens een stukje dan. Nee. Ik bedoel dit pootje. Ook dat pootje? Ja. Nou, het kan ook zijn dat die andere 3 te lang zijn natuurlijk. Wat denkt u nou? Nou, laat nou maar. Ja, maar groeit wel weer aan, hè. Zullen we het ophouden? Nou, zullen we het ophouden? Hier komt het raadseltje. Waar? Deze zijde. Oh. Ja. Komt ie hoor. Ik vertel hem even tussen neus en lippen. Ja, je kan niet onder je oksels vertellen natuurlijk. Nee, dat is... ja. Nou, daar komt ie. Het ja. is 1, maar het is toch 2. Geef het op. Nou al. U hebt nog geen moment nagedacht. Het is 1, maar toch 2. Ja. Zal ik het zeggen? Nou. 1 pas sokken. Een paar sokken. Is toch leuk? Ja, zeker. Zeker. Hij wordt nog leuker. Ach, dat kent toch haast niet? Jawel. Hij wordt nog leuker. Het is 2, nou. Maar het is ook 4. Nou, zo makkelijk zal het toch niet wezen? 2 paar sokken. Toch. 2 paar sokken, ja, ja. Verzin het maar. Verzin laatste het raadseltje. Maar. Goddank. Het hangt aan de muur en het tikt. 3 paar sokken? Nee! Ja, dat is voor die vrouwenkels een hele klompen die moet kopen, man met hoed. Luister eens even. Het gaat om wetenswaardigheden.
Hoe ontstaat wind? Nou, dat weet ik. Dan moet je veel uien eten. Maar dat weet je niet. Ik bedoel een natuurverschijnsel. Hoe ontstaat een orkaan? Oh, dan moet je heel veel uien eten. Maar... Meneer de Bruin, 65 delen met delen in gratis de kans van uw leven. Ja, ik weet natuurlijk nog niet, hè. 65 delen, waar moet ik het kwijt? Dat ene gratis deel, ja, dat wil ik wel eens proberen, ja, natuurlijk. Dat... Oké. Dan maak ik een gebaar. Ach. Namens de maatschappij, alstublieft, krijgt u alleen deel 1 en geheel gratis. Wat een schitterend gebaar. Dat dacht ik toch ook. Dank u wel. Chique gebaar. Nou, hè? Prachtig. Dank maar u. Maar ik zeg u erbij... Het is niet genoeg. Hoezo? Heb je toch zat aan één zo'n... Meneer, u mist toch al die andere delen? Ja, dan heb je toch niet nodig. Meneer, geloof me nou, het is niet genoeg. Nou, volgens mij heb ik hier precies genoeg aan, hoor. Als een huis.